Het gaat erom hoe pas ik mijzelf aan, zodat zij zich thuis voelen. Nee, dat flip je ook helemaal ervan uit. Ja, tuurlijk. Dan word je, ja. Maar ja, dan, daarom weet je wel weer dat je op een jacht werkt. Ja. De 1200 quarter pounds. Holy shit. Ja. Wat leuk dat je weer zit te kijken naar een nieuwe aflevering van Over de Vloer bij. Mijn naam is Pierre-Louitzi Jorritsma. In de eerste aflevering hebben jullie een tour van deze prachtige jacht gezien. En we gaan nu op zoek naar de mensen die hier werken. Want het zijn er veel. En ze hebben allemaal verschillende taken. Die taken ga jij vandaag zien. Dus je kijk je exclusief achter de schermen. Vergeet vooral ook niet te abonneren. Daar maak je ons blij mee. Want ja, wij zijn Over de Vloer bij. En we willen natuurlijk altijd deze content blijven maken. Zo, aangekomen in de keuken. Ja, en hier gebeurt natuurlijk ook een hoop. Want ja, hier wordt voor al die gasten op het schip heerlijk gekookt. Ik zie daar de chef staan. Ik ga hem even een paar vragen stellen. Want ja, we zijn wel heel benieuwd naar een aantal vragen. Een hele goede middag is het, hè? Ja, goedemiddag nog, hè? Ja. Ik heb al wat lekkere hapjes van je gehad. Ja, was lekker. Ja, was super lekker. Ja, nou gelukkig. Maar goed, jij bent de chef van de boot. Jij zorgt voor eigenlijk alle gasten die hier op de boot komen. Hè? Nou, we zijn hier samen met twee headchefs. Dus ja. Ik ben een van de. We hebben ook Ben, headchef. Goedemiddag. We hebben onze crewchef, die is eigenlijk voornamelijk voor de crew, Noël. Ja. En dan met z'n drieën proberen we tijdens de charters alles voor elkaar te krijgen. Voor onze boot kunnen we koken voor, dus we hebben 26 gasten, 23 crew, 24. Ja. Nou ja, dat doen we dan. Dat is een hele club. Dat is een hele club, zeker. Ja. En dan ben ik wel eens nieuwsgierig, hè? Want jullie krijgen verschillende gasten hier aan boord. Ja. Mensen die allemaal wel wat te besteden hebben, want anders komen ze hier niet. Ja. Hoe zit dat dan precies? Hebben ze dan ook veel klachten over het eten? Of bestellen ze dingen die gewoon niet te bereiken zijn of te bereiden, zoals voor jou als chef zijnde? Nou, nee, eigenlijk niet. Het is ook de boot. Het is zeg maar, noemen ze ook een unlimited jachtcharter. Mm-hmm. Dus alles is mogelijk. Dat is niet alleen met de keuken, het is ook wat er buiten gebeurt aan dek, met de watertoys, met wat er boven gebeurt bij de meiden, voor de stewardessen, voor het restaurant. Mm. Dat is ook met eten zo. Voordat ze aan boord komen, dan vullen ze een lijst in, wat ze lekker vinden of wat ze niet lekker vinden. En dat, soms is het heel makkelijk voor ons, dan zeggen ze gewoon precies wat ze willen, zeg maar, dit en dit. Ja. Maar soms zeggen ze gewoon van, bijvoorbeeld, ik lust geen gamba's, maar de rest wel. Oh, ja. Maar dat betekent dus ook voor ons, dat wij al de andere dingen, dat we alles aan boord moeten hebben. Mm-hmm. En dan maakt het niet uit wat. Nee. Gewoon alles. Dan zorg je echt alles aan boord is. Alles. Gewoon dat gaat van de garnaal tot kaviaar, tot tomahawk, tot alles. Oh, ja. Ja. Ja, mooi. Hey, wat was jouw duurste boodschappenlijstje hier aan boord? Ja, dat is altijd een lastige vraag. Dat gaat wel over tonnen. Meen je? Tonnen, ja. En dan voor een paar weekjes? Ja, en dat ligt er ook nog aan met hoeveel gasten ze zijn. Ja. En hoe ze zelf, hoe hun uitgavenpatroon is. Kreeft en kaviaar en dat soort dingen gegeten. Wat was het meest gekookte product wat je hier klaarmaakt? Ja, toch wel veel steak. Tenderloin, maar ook als wij boodschappen doen. We gaan niet naar een supermarkt of naar een Hanels of iets. Wij gaan altijd naar echt speciale butchers. Ja. Die we dan hier kennen in de buurt, vooral in de Mediterranean. Okay. Dat is echt gewoon top kwaliteit. Dat betaal je vaak wel gewoon drie keer zoveel als bij normale slagen. Maar dat is wel hetgene wat wij willen en wat de gasten willen. Oh ja. Dus. Maar is het ook zo, er wordt door een jacht gebeld dat ze de prijzen dan ook omhoog gooien? Of merk je dat? Soms wel. Ja. Het is wel makkelijk voor ze. Ja, zeker. Ja. Maken, ja. Het is wel makkelijk voor ze. Van, dan denken ze, oh, het is een jacht, ja, dat wordt toch wel betaald. Maar natuurlijk zijn wij daar ook voor om dan ons niet in de maling te laten nemen. En wat is de gekste vraag die je ooit van een gast hebt gehad? Waar je van je dacht, poh. Qua eten valt het mee. Qua eten valt het eigenlijk, vooral hier op Sherrikaan, hebben we eigenlijk wel vrij normale gasten, vind ik. Okay. Vrij normale gasten die gewoon wel back to basic zijn. Mm-hmm. Weet je wel, qua eten nog niet echt hele gekke vragen krijgen. Maar je hebt wel bijvoorbeeld dat je een heel menu voorbereidt. En ze willen om 6 uur eten, maar om 5 of 7 zeggen ze nee, we gaan toch op de kant eten. Oh ja, toch? En dan sta je hier, denk je, ja, oké. Oh ja. Of de volgende dag, nee, we gaan op de kant eten. En dan 10 minuten van tevoren, nou ja, het is niet zo lekker weer. We blijven toch, kunnen we over 10 minuten misschien hier aan boord eten? Oh nee, dat flip je ook helemaal de pan uit. Ja, tuurlijk. Dan word je, ja.
maar ja, dan, daarom weet je wel weer dat je op een jacht werkt. Ja, maar dan even voor mijn beeldvorming, hè. Dan haal je voor tonnen aan boodschappen, ja. Dan staat het eten klaar en dan besluiten ze een paar uur van tevoren. Ah, we gaan lekker op de kant eten. Dat is niet normaal, toch? Nee, soms denk ik bij mezelf, ja. Als kind, als het kind, dan kent het, hè? Ja. En dan heeft het crew lekker eten. Ja, ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, maar sowieso werkt dat wel, toch? We gaan nu even naar de motoren van de boot. Want ja, daar gebeurt natuurlijk ook een hoop. En ook daar werken mensen. Kom maar even mee. Ik ben wel even benieuwd hoe dat ervoor staat. This is the engine room. How big is this? You can see this is the main engine area. Yeah. And on other side, another room, we have a generator area. Okay. And how many horsepower has this engine? It's around 1,200 horsepower. Holy shit! Yeah, that's a lot. Eh? Yeah, it's a lot. Yeah. It's a lot. And also we have three generators. Two generators are around 200 kilowatts. Okay. And we have one small carburetor generator. Oh yeah. It's around 120 kilowatts. Okay. And how many hours per day you are here in the energy room? Basically, always somebody need to make a round. Yes. To check if you have some, especially when you're sailing, okay. If you have some external leak. Yeah. On generators, check the oil, liquid, the fluids. Oh yeah. Daily routine, let's say. Okay. Ik had nog nooit verwacht dat dit zo groot zou zijn. Ongelooflijk. Camera's are here, deck and the engine spaces. If you are sitting here, then you can see the everything. What's happening on the boat? In case of fire or something, you are first on it. Yeah. This is our this tank big. What you can see here. Yeah. This is the sprinkler system. That means this is the safety against the fire. Bizar hoe groot het hier is. Ongelooflijk. We gaan nog even verder kijken, dus ik neem jullie nog even mee. This is the generators for supplying the power for whole ship. Oh. That means the main engine we are using for propulsion, for the moving the ship, and generator we are using for all electricity on board. Okay. Yeah. But is it better than other boats? It's a big engine room, but when you compare with the big cruise ships or big yachts, they have many more problems. Why is that? It's because they have maybe more equipment. This is really simple, really good ship, made really good. And for me, as a chief engineer, I'm very, very satisfied work here. It's the Dutch handcraft. Yes, yeah. It's come from the Netherlands. Yes. We are proud of that. For how many days you working here? I'm working 3 months on, 3 months off. Okay. With other chief engineer, we are rotating. Oh yeah, and three months, how many hours today? Usually like 9 to 10 hours. When we have charters, it's around 12 hours. Yeah. It's really hard to work. Yeah, it's but this is our job. We have to fix it. Yeah, but when we are home. Okay. We relax, we enjoy, we rest. And when we come on board, we are just we are working, you know. Okay, always you have some place for fun, for going out when you don't know charter time. Always it's some fun there, you know. Do you have already see problems here on the boat? Big problems? For now, no. For now it's very smooth, and I hope so we'll stay here. Where is the wood? I need to think in the wood, you know. I think I hope so we'll stay like this. Yeah. Okay. Hey, Benon. Hey. Ik zie jou ook overal op dit jacht, hè. Hoeveel stapjes maak je eigenlijk op dit jacht? Nou, een rustige dag is 30.000 stappen. Wat? 30.000 stappen? Serieus? Als we echt in volle charter zijn, dan maak je die stappen. Dat is toch ook niet normaal, toch? Op en neer. Ja, hè? Ja, mooi. Maar ik heb best wel een droge mond. Ja. En ik zag een bar waar ik de kijker graag nog mee naartoe wil nemen. Volgens mij heb jij wel trek in een leuke cocktail. Ik heb net, ik was onderweg. Ja. Volgens mij moeten er mojito's gemaakt worden. En, dat is gewoon al in je oortje verteld, hè? Precies. De mensen hadden al gezien dat ik uitdroogde. Ik zie daar al een hele leuke dame klaarstaan. Ja. Grote glimlach op je gezicht. Het leuke is, we zijn natuurlijk over de hele wereld aan het varen. Mm-hmm. En omdat we niet altijd de facilities hebben om onze verse kruiden te hebben,
proberen we eigenlijk onze Garden to Glass cocktail garden eigenlijk altijd heel te houden. Ja. En een van onze favoriete dingen die overal in de wereld natuurlijk belangrijk is, is de mojito. Dus, Wil je ook nog wat drinken zometeen? Ja? Oké, dat betekent ja. Oké, nou, lekker. I think we need two. Twee? Ja. Ja. It's also for the cameraman. Natuurlijk, wat doe je? Where you come from? Zuid-Afrika. Oh, yeah. Where are you? Mother City. Born and raised. How is it life here on the boat? It's lovely. Yeah. It's always different. Every season I've done 3 seasons, every season is different so far. Okay. Yeah. And how are the people on this boat? The crew? Yeah, no, that's the reason I come back. Yeah. Okay. Yeah, yeah, the crew is love the crew. It's perfect. Yeah. I love it here. Yeah. Nice. Okay, so. Yes, I'm thirsty. And we're making I'm two, thirsty. We're making two. So here we go. Yeah. Seiken, eerstens. Niet te veel, niet te min. Yeah. We will be promoting our fresh garden with our mint leaves. And then we give it a good. Yeah. So, it's now better. How's that? Yeah. So, here we have sugar, brown sugar. Yeah. We have limon and mint. And now for the most important ingredient. How strong are we going to be? Strong. Yeah, strong. The Dutch people drink a lot, eh? Yeah. Yeah. Yeah, I cannot. I've gone out a few times with the crew. Yeah. Come back not looking too good. So I know you guys can go out. It's always fun. It's always a big thing when you guys go out, which I like. Yeah, yeah. It's always, let's go, we have starters, we have main, let's go for dessert, drinks all the time. That's what I like. Yeah. Yeah. And then some sparkling water. We say in Afrikaans, laaste maar nie die minste. You always have to garnish. Otherwise, a drink is not complete. Okay. Enjoy. Yeah, thank you very much. We can stir it also up a little bit for you. Sorry about that. Salute, Tobias. Thank you very much. Yeah. Alsjeblieft. Mm. Ik zie hier weer een prachtig ontbijt liggen. Dat wordt weer enorm vertoeven zometeen. En ik zie daar hebben we een Manon. De hospitality dame van het jacht, hey, Sherken. Hey, goedemorgen. Manon, hoe is het met je? Ja, goed. Het is weer een prachtige dag. Ja. De zon schijnt en het water is mooi. Dus, Ja, nee, absoluut. Het is toch heerlijk vroeg. Jij slaapt bijna ook niet, hè, op het jacht? Slapen. Als je volle chartermodus bent, dan pak je je momenten van rust. En je zorgt ervoor dat je gewoon hoe zeg je dat? De experience geeft voor de gasten waar het nodig is. En soms is dat 's ochtends, middags, avonds, 's nachts. En jij bent verantwoordelijk eigenlijk voor continu deze 9-plus ervaringen. Ja. Ja, maar ik had het er gisteren ook al even met je over. Hè? Want ik bezoek best wel veel horeca over de hele wereld wel. In hotels, 5-sterren hotels. Maar dit heb ik nooit zo ervaren. Nee. Ja, en het ligt zo enorm hoog. Ik zeg altijd wel eens, volgens mij worden deze mensen ook niet meer gemaakt of zo. Ik weet niet wat het is. Hoe kan dat? Want jij hebt het gewoon in je zitten. Ik denk dat het voornamelijk is, want het is geen werk, het is geen leven, het is een lifestyle. Dus het jachtenwereld, wat iedereen eigenlijk ziet, het is allemaal heel mooi. En je hebt je mooie flessen, Dom Pérignon, en je hebt zon, zee, strand. Maar het is dat stukje excellence wat je eigenlijk wil geven. En dat zo train ik eigenlijk ook iedereen in de interior. Want een kopje koffie kan overal hetzelfde zijn. Het gaat erom hoe je hem krijgt. En als je die passie bij iedereen kan wakker maken, zoals ik dat ook heb, dan is het superleuk, want dan wordt elk kopje koffie goud. En elk koekje en elk ontbijt wordt goud. En iedereen wil goud blijven leveren. En dat is zo leuk aan het jachtenwereld. Want een croissantje in Frankrijk is niet hetzelfde croissantje als in Italië. En gelukkig varen we heel de wereld rond. En dat is zo leuk. Ja, mooi. Ja. Continu die beleving weten neer te zetten. Elke keer verder en elke keer meer. En elke keer net dat stukje extra geven. Ja, dat maakt ook wel het interessante van je. Ik zou nog graag wat meer van je te weten willen komen. Achter op het dek. Ik zie daar een hele mooie ruimte. Zullen we daar heel even gaan zitten? Met die 9-plus ervaring, hè? Want hoe heb jij dat jezelf eigen gemaakt, continu dat stapje extra zetten? Ik kom zelf uit ook best wel een groot gezin.
ben de jongste van vier. Mm-hmm. Dus, ja, als jongste moet je natuurlijk altijd even net een stapje harder doen om gezien te worden, denk ik. Dus het zit ook een beetje in mijn natuur. Maar ook omdat ik al vanaf mijn 13e eigenlijk in de horeca werk. Dus mijn allereerste baantje was al in de horeca werken. Op mijn 16e week al bij de sociëteit. Ik stond overal. Ik stond op een camping. Altijd maar gewoon het vermaken en het mooier maken van eigenlijk wat je hebt. En ik denk dat het gewoon een soort van in mijn natuur zit om een ervaring en iets leuks en iets moois te maken. Om iedere keer die beleving neer te zetten. Ja. Want wat zijn precies jouw verantwoordelijkheden op de Sherrycan? Eigenlijk alles wat er binnen gebeurt is mijn verantwoordelijkheid. Dus van het moment dat jij als main charter binnenkomt, mm-hmm. elke stukje wat je eet, wat je ziet, wat je in de interior ziet, de bloemen, de decoratie en het stukje crew wat eigenlijk dat allemaal moet waarmaken, dat is eigenlijk allemaal wat ik op mijn bordje heb liggen. Ja, dat is best veel, toch? Ja. Want je doet het al 16 jaar, hè? Ja, 16. Want wat maakt het jachtleven nou zo bijzonder? Waarom ben je al 16 jaar van huis? Ja, dat vraagt mama ook heel vaak af. Ja. Maar zie je familie nog wel eens? Ja, ik zie elke minuut die ik aan mijn familie kan besteden, die gaat er ook zeker in. Ja. Maar waarom, ja, ik weet nog heel goed, op mijn 15e mocht ik een hele mooie reis maken naar Nicaragua en Honduras. Ik ging mee met mijn beste vriendin toen van de middelbare school. En ik stond daar en ik had een zeeschildpad in mijn hand en ik denk, ja, maar ik ga niet oud worden in Nederland. Nee, oh ja, spookte dat toen al door je hoofd heen? Ja, dat spookte toen al door mijn hoofd heen. Toen heb ik eigenlijk altijd vanaf dat jaar heb ik elke zomervakantie in Frankrijk gewerkt. Op een Frankrijk-België randje. Ja. Heb ik op een camping gewerkt. En daar deed ik kinderanimatie. Daar deed ik de bar. Ik deed het restaurant. Ja, ik stond 's ochtends in de bakkerij. En dat vond ik zo leuk. Om eigenlijk die 12 weken daar te zijn. En weg te zijn. Dat ik dacht van ja. Eigenlijk wil ik ook heel graag varen. Toen dacht ik nog. Ik ga op een cruiseschip zitten. En op een of andere manier kwam ik in een connectie met het jachtenwereld kwam ik in aanmerking. En 2 weken later zat ik op de boot. En ik dacht, ik ga het een halfjaartje doen. En nou, per ongeluk ben ik 16 jaar verder. Ja, ja, ongelooflijk, hè? Ja. Ja. Maar zie je dit ook nog de rest van je leven doen? Nou, nee. Het is wel echt een... Ik denk dat het meer... Kijk, op een gegeven moment word je natuurlijk ook te oud om die 30.000 stappen per dag te zetten. Ja, het is ook 30.000 stappen per dag. Dat is toch ook fors? Maar het hoort ook een beetje bij je, toch? Het hoort ook een beetje bij, maar het stukje jacht zal nooit uit mij verdwijnen. Nee. Dus het stukje ervaring, het stukje leren ook vooral. Mm-hmm. Het mooie van mijn werk in mijn functie is ook dat je krijgt groene stewardessen en een interior crew mee. En je kan jouw passie aan hun overdragen. En dat stukje, dat is gewoon ook heel erg mooi. En dat maakt het, los van dat de gasten een bucketlist kan geven die ze nooit wisten dat ze hadden, is het ook heel mooi om de jongeren binnen te krijgen. En dan voel ik me heel oud dat ik dat zeg. Nou, zo oud ben je niet, toch? Bijna 40. Ah, hartstikke jong, toch? Ja, maar dat stukje is gewoon... ook weer voor mijn ervaring heel erg leuk. Want alles wat ik in die 16 jaar heb geleerd, kan ik overdragen. En die passie vooral, dat is... En wat gepassioneerd moet je wel zijn, toch? Ja, zonder passie denk ik niet dat je in de jachtenwereld ver komt. Nee. Je moet echt die knop om hebben. En je moet echt een stukje liefde voor het weg zijn, maar ook voor het service en het extra hebben. Want anders dan... Ga je niet overleven, nee. Wat voor uren draai jij nou per dag? Ja, soms heb je een dag van 12 uur. En dan heb je, dat is heel fijn. Ja. Over het algemeen probeer je niet echt niet meer dan 20 uur te doen. En dan moet je echt even rust houden. En dan moet je af en toe door. Maar eigenlijk, hè, je hoort juist heel veel mensen, met name in Nederland, hè, is dat heel erg aan de orde. Steeds minder werken, hè, 3-4 dagen werken. Hè, ja. Maar dat is bij jou, daar moet jij gewoon niet aan denken, toch? Dan word je soort van ongelukkig van, bijna. Het is voor mij, als ik terugkom, de eerste week heel erg wennen. Want dan denk ik, oh, wat moet ik doen? Ja. Je zit nooit met rust. Maar gelukkig heb ik een grote familie, dus dan ga ik koken. En dan ben ik eigenlijk alsnog mijn 18 uur vol aan het maken. Ja. Als je de afgelopen 16 jaar
terug zou kunnen halen. Wat waren voor jou de mooiste momenten op dit jacht? Waarvan je dacht, oké, wauw, dit is wel heel gaaf. Nou, ik denk dat het meer ook vooral de combinatie is. Ik heb natuurlijk niet alleen op dit jacht gezeten. Ik heb gelukkig ook een stukje kantoor mee mogen maken. En het bouwen van en de refits. Dus ik denk, wat voor mij een van de meest indrukwekkende charters is geweest. Het mooie van de charters is, geen enkele is hetzelfde. En dan zou je, om als voorbeeld te zeggen, je kan het rondje Corsica doen. Maar de ene keer heb je een Amerikaanse familie. Die hun 70-jarig jubileum of zo vieren. Dus dan is de focus van de details net even wat anders. Dus eigenlijk is elke charter is in zijn eigen schoonheid heel bijzonder. Dus ja, wat is dan mijn mooiste herinnering? Vind ik erg moeilijk om te zeggen. Ja. Heb je wel eens nare herinneringen gehad? Nee, eigenlijk niet. Ja. Maar ik ben voor mij denk ik ook. Bij mij gaat het altijd goed, want als het nu niet goed gaat, dan weet je dat het straks weer beter wordt. Dus het gaat altijd goed, zo niet dan toch. Ja, precies. Een mooi mindset is dat wat je hebt. Ja. Kom je niet vaak meer tegen, hoor. Ja, dat is wel nodig. Ja, dat geloof ik direct. Maar het is een hele mooie mindset wat je hebt. Maar hoe is het, want als je zo dicht met families bent, heb je wel eens iets dat je een soort van familieband creëert. En dat je, als de gasten dan weer van de jacht afgaan, dat je dat toch balt. Jeetje, ik heb gewoon een band met ze opgebouwd. Ja, zeker. En dat is denk ik ook het mooie van het jachten. Want je bent 24-7 met elkaar. Mm-hmm. Dus wij zijn met 22 crew. Zij zijn met maximaal 26. En je hebt vaak alle generaties bij. Maar je vergeet dat wij ze 's ochtends, 's middags, 's avonds hebben. En helemaal voor mij. Want ik ga met ze mee naar de kant. Daar waar ze dineren of waar ik een lunch of een tour organiseer. Dus ik ben letterlijk van 6 uur totdat ik naar bed ga, ben ik met hun. Ik leer ze kennen. Ik leer ze verbazen met even die extra stukjes. En heel vaak, vooral met de kinderen, is het toch wel even een traantje laten voordat we afscheid moeten nemen. Ja, dat lijkt me best lastig. Maar ook mooi, want tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds contact wel met veel van onze chartergasten. Ja. Ja, dat geloof ik wel. Je bent dus ook een soort chameleon, hè? Ja. Je verdiept je heel erg in andere mensen. Je gaat erin mee en dat je ook gewoon een onderdeel bent van de familie. Ja, nou, ik denk dat dat ook een van de leukere dingen is. Want je moet zo erg mensen lezen. Mm-hmm. En ja, along the way leer je ook verschillende culturen, gedragingen. Maar je leert vooral echt mensen kennen. En dat is heel erg leuk. Ja, want jullie hebben hier heel veel verschillende culturen. Met name Amerikanen, Arabieren geloof ik. Chinezen komen er veel aan boord. Ik denk dat we elke cultuur wel voorbij hebben zien komen. Wat is nog een laatste? Wat is je grootste levensles, hè, tussen al die verschillende culturen wat je hebt geleerd? Iedereen is mens. Ja. En dat is heel mooi. Of ze nou heel rijk zijn, of dat je nou een crewmember bent, of dat je een biljonair bent, of een vriend van een biljonair. Iedereen is uiteindelijk gewoon een mens. En iedereen houdt van ervaringen en iedereen houdt van zich veilig en thuis voelen. En dat is het stukje wat je eigenlijk de 9-plus service geeft. Als je je veilig en thuis voelt en gewoon kan genieten en jezelf kan zijn. En dat is denk ik de grootste les die er is. Mooi antwoord. Ga je bedanken.